Disney bestaat 100 jaar en daarom brengt Lego een aantal hele gave sets uit. Zoals deze Disney Pixar, het huis uit de film Up. En als ik kijk naar deze set, dan valt me direct op dat de kleuren eraf spatten. Ik zie ook dat de karakters uit de film in deze doos zitten. Zoals je daar hebt, de hond Doug, Russell, de padvinder. En de ster van de show, onze favoriete bejaarde Carl. Dit is zijn huis overigens. En zoals de ballonnen doen vermoeden, heeft hij een plan om de lucht in te gaan. Eens even kijken op de achterkant. Als je het bouwwerk omdraait, kan je ook aan de binnenkant van alles beleven. Zitkamer, zolder, tv, slaapkamer. Ik ben vooral heel benieuwd hoe het is om deze set te bouwen. Zo, ik zie dat je hiervoor ook de Builder app kan gebruiken. En er zijn 4 stappen om dit huis te bouwen. Ik zie bij zakje 1 bouw je meteen Russell, de padvinder. En die is echt fantastisch in de film. Een mijnwerkershelm als grammofoonplaatspeler, heel grappig bedacht. Het begint er al huiselijk uit te zien. Ik zie al echt wel een gedeelte van de begane grond ontstaan. Dit is duidelijk al een heel gezellige huiskamer aan het worden. Met een platenspeler en een lamp. En allemaal gezellige dingen aan de muur en een klok. Plantje, ook weer van alles aan de muur. Dus dit is wel een huis dat echt gezelligheid uitstraalt. We zijn inmiddels weer een stukje verder. Er zit een plafond op de begane grond of de vloer van de eerste verdieping. Maar net hoe je het wil zien. Dat betekent dat de begane grond af is. De huiskamer ziet er gezellig uit. De stoel van Carl staat er inmiddels in. De entree is ook helemaal af. En het is nu zaak om de eerste verdieping te gaan maken. Let's go! Een tv. Als je de film Up wil vatten in 1 set, ja, dan is het toch wel het huis van Carl. Nog 1 laatste avontuur en gewoon vol erin gaan met alles wat je hebt. Dat is dus gewoon je hele huis met alles daarin. En wat gaat er up? Ja, het huis. Je zou eigenlijk eens de film op stop moeten zetten op het moment dat het huis in beeld is en dan deze set ernaast. En dan zie je hoe goed Lego erin is geslaagd om die iconische voorgevel na te maken in toch best een bescheiden set. En de beeld is af. Ja, wat een leuke beeld is dit om te maken. Wat een leuk bouwwerk. Wat een leuke karakters. En eigenlijk is het huis op zich ook een karakter. Want het is precies zoals we hem kennen uit de film. Zit boordevol leuke details. Aan de voorkant spat de kleur en de vrolijkheid eraf. Heel karakteristieke woning. Natuurlijk, de ballonnen die kunnen je niet ontgaan. Je zou kunnen zeggen, zijn dat er niet wat weinig om een huis te doen laten opstijgen? Nou, daar is Lego het denk ik ook met je eens. Want er worden nog ballonnen gemaakt. We zitten nog midden in het proces van het opblazen van de ballonnen. Dat gebeurt blijkbaar in de voortuin. We hebben een stukje van het hek. Hier met een brievenbus erbij. Wat het leuke is aan deze set. Ten eerste, hij is niet heel lastig om te bouwen. En terwijl je bouwt, heb je aan de voorkant een gevel. Wat leuk is om neer te zetten. Als je hem omdraait, heb je echt nog wel een beetje dat poppenhuis idee. Met een open huis. Aan de achterkant zie je alle kamertjes waar je in kan spelen. Echt een superleuke set weer. Een hele iconische set ook. Met veel vrolijke ballonnen, wat ook weer een leuke verwijzing is naar het feit dat Disney dit jaar 100 jaar bestaat. Iconische film, echt een feest. Ik ben helemaal in de wolken met deze set.